Het is nog vroeg in het voorjaar en de zeesterren zijn in de mood om zich voor te planten. Hoewel dit lijkt op een paring, gaat de bevruchting toch heel anders in zijn werk. Dit vrouwtje neemt het initiatief. Ze loost een overvloed aan eicellen. En al gauw kleurt de zee melkachtig. Dat stimuleert zeesterren in de buurt om hetzelfde te doen. Vrouwtjes scheiden hun eicellen af. En mannetjes lozen hun zaadcellen. Massa's tegelijk, zodat de kans op bevruchting in de waterkolom groot is.